23% van alle Vlamingen leeft in een samengesteld gezin. Ik ken ze hoor, die vrouw. Die mannen wegkapen. Situaties creëren. Gezinnen kapot maken. Ik ben zo niet. Als je stuk loopt en je wanhoopt, zoek mij, zoek mij. Ja, dat is 5 seconden bal aan je lijf hebben. Ik heb gezegd dat ik verliefd ben op iemand anders. Op jou. Pas je wel op, Marij. Jammer. Wat ga je daar eigenlijk doen? Sst. Ik sta altijd voor ze klaar. En nu vraag ik even 1 moment om dat weekend 1 week op te schuiven. Net dat kind gebaard, die zit op die roze wolk met die baby. En dan doet je eigen man doet dat. 1, die gaat die kinderen gaan halen. En 2, dan kies je niet voor mij. Hè? Dan ben je nog altijd met die andere vrouw bezig. Wijs me de weg. Blijf mijn best voor je doen. Ja hoor, alles zit erin. Zijn schoolboeken, zijn schoolspullen, boeken, zwemspullen ook, ja. Oh, er moet nog een extra t-shirt mee. Oh, dan ga ik dat direct boven even halen. En dan kwamen ze, die kinderen. En dan zeiden ze, ja, we zijn een beetje later, want mama moest een nieuwe bikini nog laten zien aan papa. Want dat je je als plusouder schikt naar de grenzen van de biologische ouder, dat is logisch. Is dat logisch? Of mag ik ook mijn grenzen aangeven?